fietsparkeerverbod in de Kromstraat in Delft. Haagse jurist Sluismans koninklijk onderscheiden. En Olympische sporters krijgen een Delftse sportspeld. Goeiedag. Dit is RegioNieuws TV van 17 september 2021. Vanaf volgende week donderdag is er een fietsparkeerverbod tijdens de uitgaansuren in de Kromstraat in Delft. Dit geldt op donderdagen vanaf 5 uur 's middags tot de daarop volgende zondag 6 uur 's morgens. De fietsen blokkeren de straat zodat hulpdiensten hun werk niet meer goed kunnen doen. Volgens de gemeente komt zo de veiligheid in het geding. Vorig jaar heeft de gemeente de voorbereiding al getroffen. Tijdens uitgaanstijden wijzen fietscoaches op het fietsparkeerverbod en verwijzen naar andere parkeerplekken. Op de markt is een tijdelijke voorziening om de fiets neer te zetten. Jacques Sluismans is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De Haagse advocaat in eigendomsrecht ontving de koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester Kavita Parboubayal. Dat gebeurde na afloop van het jubileumsymposium van de Vereniging voor Onteigeningsrecht. Sluismans treedt regelmatig op als onafhankelijke rechtsbankdeskundige en bij schadeadviescommissies. Roeier Ellen Hogewerf en Paralympisch atleet Oliver Hendricks hebben de sportspeld ontvangen van de gemeente Delft. Hogewerf won met de damesdubbel 4 een zilveren medaille en Hendricks haalde een zilveren medaille op de 400 meter sprint. Roeier Roos de Jong pakte brons bij de damesdubbel 2 in Tokio. Ook zij krijgt een sportspeld. De huldiging vond plaats in bijzijn van sportwethouder Karin Schrederhof en ook familie en vertegenwoordigers. De spelden werden uitgereikt door burgemeester Van Bijsterveld. En wat gebeurde er nog meer de afgelopen week? De Haagse wethouder Van Alphen is opgestapt. Aanleiding is het rapport over de Energieacademie. Uit het rapport van onderzoeksbureau Berenschot blijkt dat er bij de gemeente veel fout is gegaan. De Energieacademie is 5 februari 2020 officieel van start gegaan en moest ruim 500 jongeren en bijstandsgerechtigden aan de baan helpen. Dit is niet gelukt. Er zijn tot aan het faillissement slechts 17 mensen aan een baan geholpen. In maart van dit jaar heeft de rechter de organisatie failliet verklaard. Volgens het rapport van Berenschot ging er van alles en nog wat mis bij de uitwerking van de plannen van de Energieacademie. Actievoerders van Greenpeace zijn vanmorgen op het dak van de tijdelijke Tweede Kamer in Den Haag geklommen om drastische maatregelen tegen de stikstofcrisis af te dwingen. Naar beneden. We zijn hier voor een vreedzaam protest. Om de politiek te laten weten dat we met stikstof moeten stoppen en de natuur moeten redden. Volgens de actievoerders schendt Nederland al jaren de Europese natuurbeschermingswetten door de extreem hoge uitstoot van stikstof te tolereren. Ze roepen de politiek op om met oplossingen te komen. De algemene politieke beschouwingen volgende week zijn volgens de milieuorganisatie de uitgelezen kans hiervoor. De Haagse ara Charlie is door Kidsweek genomineerd voor Dier van het Jaar. Charlie vliegt altijd los door de Haagse wijk Loosduinen. Afgelopen jaar werd ze ontvoerd. 3 weken lang was onduidelijk waar ze was. Uiteindelijk bracht iemand haar terug. Kinderen van Kidsweek benoemen jaarlijks rond Dierendag een dier van het jaar. De titel gaat naar een dier dat iets bijzonders heeft gepresteerd of meegemaakt.
Dit jaar doen er voor het eerst ook huisdieren mee. Tot zover het journaal voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's of video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar redactie@regionieuws.tv. Maar via WhatsApp kan natuurlijk ook. 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht, een fijn weekend en blijf gezond.